Ronald, hoe staat je groep ervoor qua fitheid voor dit duel? Ja, goed. We waren op Mulder en Cissé na compleet. Martens Indy was een beetje, had last van keelontsteking, begrepen we? Nou, die voelde zich niet lekker woensdag en is woensdag naar huis gegaan. Ook gisteren niet getraind, wel binnen wat gedaan, maar heeft zonder problemen kunnen trainen. En de wedstrijd is pas zondag, dus... Hoe is het met Mulder? Hoe verloopt zijn herstel? Ja, redelijk goed. Hij is op het veld en die intensiteit wordt verhoogd. Volgende week gaat hij meerdere dagen naar het veld. Ja, gaat volgens planning, misschien iets voor op de planning, maar ja, wil me niet vastpinnen op wanneer hij weer kan keepen. Je zou kunnen zeggen, we nemen geen enkel risico en dus pas na de winterstop, maar dat is niet het plan of zo. Nee, traject vervolgt hij en als dat binnen 2 weken of 3 weken is dat zo, duurt het langer, oké, dan zullen we hem daarin meer tijd geven. Er is bij deze club altijd druk. Je zei vorige week al, ja, we zijn niet zo goed als vorig seizoen in wedstrijden tegen ploegen uit de top 5. Is er daardoor meer druk op de komende thuisduels? Nou, ik vind dat een stukje druk hoort altijd bij een club als Feyenoord. En leggen we onszelf ook op. We hebben 18 punten. Vorig seizoen hadden we 18 punten uit 11 wedstrijden. Alleen op basis van deze 2 uitwedstrijden, zowel PSV als Twente, zijn we tekortgeschoten. En dat is een collectief verhaal en dat hebben we besproken deze week. En ik heb alle vertrouwen erin dat er zondag een team staat wat goed speelt en wat gaat winnen. Ik heb net Jordy Klaas die uitgebreid geïnterviewd. Die zei, de trainer en wij hebben tegen Matthijssen expliciet in de kleedkamer gezegd dat er geen enkel gedoe is over salarissen, want we respecteren hem zeer. Is dat een kwestie toch geweest deze week? Nou, het werd een kwestie. Want je mag rustig een speler bekritiseren. Maar als jij gaat melden de kleedkamer. En dan, dat is een groot woord, hè, de kleedkamer. En blijkbaar gaat het dan om... En in de kleedkamer zitten heel veel spelers. Ja, je kijkt naar je rechterbuurman. Nee, dat is echt volkomen toevallig. Echt waar, hoor. Oh, dat dacht ik. En... Maar dan heb je het over het algemeen, in algemene zin. En dat vind ik kwalijk. En gelukkig hebben de spelers daarin hun woordje gedaan. En ik ook, want dat stoort mij. Het stoort mij dat we van Twente verliezen. En daar mag kritiek op zijn. Want die kritiek heb ik ook gehad. Maar de kritiek mag niet naar één persoon gericht zijn. Ja, want Klaas, ik ben zelfs met Stefan de Vrij naar Van Geel gegaan om te zeggen dat dit absoluut niet aan de hand is in de groep. Ja, nou ja, de kleedkamer, nogmaals, dan wordt de groep daarop aangesproken en de groep heeft daarop gereageerd.